Welkom in de les Gegevens filteren. We zien hier een lijst van bekende Nederlanders met hun geboortedatum en hun leeftijd. Nou, voor die leeftijd zie je een symbooltje staan, een rood ruitje. En als je ouder bent als 21 jaar, dan wordt het rode ruitje een geel driehoekje. Ben je ouder als 65, dan wordt het een groen rondje. Tevens zie je dat hoe verder we in de lijst gaan, dus hoe hoger de leeftijd is, hoe lichter de kleur wordt van de kolom. Zie je dat? En uiteindelijk wordt die zelfs geel. Dus je kan ook aan de kleur ongeveer zien wat voor soort of wat de hoogte van de leeftijd is. Nou, deze lijst staat dus gesorteerd op leeftijd. Op zich is dat niet zo gebruikelijk. Want meestal, dat zullen we dan maar eens even doen, is de lijst gesorteerd op naam. Dan zie je ook gelijk het effect van de kleuren en van de symbooltjes ervoor. Nu kan het zijn dat ik deze lijst van 1421 bekende Nederlanders ook zou willen filteren. Nou, waar zou ik dan op willen filteren? Bijvoorbeeld op voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum of leeftijd. Dat kan ik doen door die te selecteren. Ik klik in het tabblad Gegevens op Filter. Dan ziet u dat er van die pijltjes naar beneden bij komen te staan. Nou, dat is het autofilter. Bijvoorbeeld bij de leeftijd. Als ik daarop klik, zie ik dat ik daar kan sorteren. Nou, dan moet u de les sorteren voor volgen. Maar ik zie ook staan gegevens filteren. Nou, als ik hier alles selecteren zou weghalen, dan selecteert hij dus niks meer. En ik wil alleen de mensen hebben van 6 jaar oud. En ik klik op oké. Dan zie ik dat we er maar 1 iemand hebben van 6 jaar oud. Ik kan ook die van 7 en 8 jaar laten zien. Nou, dan heb ik ze ook van 7 en 8. Dus ik kan heel gemakkelijk de hele lijst filteren op mijn wensen. Waar kan ik allemaal op filteren? Want je ziet namelijk dat hij hier begint bij 6 en niet bij 5. Nou, dat komt omdat Excel zelf al kijkt welke waarden er mogelijk zijn. Dus er zijn simpelweg geen mensen, bekende Nederlanders, met de leeftijd van 5 jaar in deze lijst. Dus ik zie hier al waar ik op zou kunnen filteren in deze lijst. Nou, dit zijn dus alle leeftijden die beschikbaar zijn. Nou, laten we nou weer eens even alles selecteren. Zo kan ik ook filteren op symbooltje. Dus op het driehoekje, cirkeltje enzovoort. Dat doe ik door filter op kleur te kiezen. Dat is een beetje tegenzijdig, want ik ga niet op kleur kiezen. Ik ga op symbooltjes selecteren. Nou, dan laat hij weer zien welke symbooltjes er zijn. En dan zeg ik, doe maar het rode ruitje. En voilà, dan heb ik alle mensen jonger dan 21 jaar uit de lijst. Of bijvoorbeeld alle 65-plussers. Maar ik kan ook filteren op de kleur. Want er zat een verloop in. Hoe jonger, hoe lichter. Nou, filter op kleur. Maar het is in dit geval een beetje onzin. Want er zijn veel te veel kleurtinten. Dus dat zegt eigenlijk in dit geval helemaal niks. Nou, ik ga er weer eens een filter in stellen. En ik filter op alle mensen tussen de 21 en 65 jaar. Dat was dit symbooltje. Dat filter laten we even staan. We gaan eens even op voornaam filteren. Ik kan namelijk ook zeggen, begint met. Dat is bij een tekstfilter. Dan moet het dus ook een tekst zijn. Nou, A is een tekst, dit is een getal, dus hier zou dat niet bij kunnen. Bij deze kan dat wel. Dan zeg ik een tekstfilter, begint met, nou, laten we zeggen AA. Dan krijg ik alle mensen die beginnen met een hoofdletter A en een kleine letter A. Laten we daar nog eens even een filtertje bij zetten. Begint met en, nee sorry, of bevat, dus heel de naam, bevat bijvoorbeeld EY. Nou, dan heb ik dus Aad, Aafke, maar ook Jeffrey, maar dat is die EY. Dus je kan ook filters combineren met elkaar. Stel nu dat ik deze filters zou willen wissen. Dan kan ik zeggen, filter uit voornaam wissen. Dan gooit hij dus allebei die filters weg. Dat AA-filter en die EY-filter. Dat kan ik ook hier zeggen, filter uit leeftijd wissen. Dan wis ik dus het filter van het symbooltje. Nou, zou ik dat nu even doen. Hop, nou ben ik het symbooltje kwijt. En dan zie ik inderdaad ook dat er andere symbooltjes bij staan. Want die voldoen wel aan die twee filters, namelijk AA. Kijk, deze, Aad van Toor,
die voldoet wel aan het filter AA, voldoet niet meer aan het filter van het gele driehoekje, maar dat filter heb ik zelf verwijderd. Nou, het is ook prettig om te zien waar je nou die filters in hebt zitten. Stel dat we dit filter weer eens even terug zouden zetten. Filter op kleur, doe maar dat symbooltje. Dan zie je hier dat dit symbooltje anders is als het pijltje naar beneden. Dat betekent dus dat hier dus al een filter in staat. En dan zie ik ook dat hier een filter in staat. Anders kan het heel verwarrend zijn dat ik denk, ik zie alle gegevens. Maar dat is niet zo, want er staat een filter in. Ik zou het ook nog kunnen zien aan de rijnummers, zie je, want het gaat van 6 naar 9 naar 624. Dus dan weet ik dat er iets tussen zou moeten zitten. Dus filters kunnen heel handig zijn, maar het kan soms ook best wel eens verwarrend zijn omdat je denkt dat je alle data ziet, terwijl dat niet zo is. Dus hou dat vooral goed in de gaten. Nou, wat zou je nog meer kunnen doen? Laten we eens even langslopen. Datumfilters. Zie je dat? Dat is in één keer heel wat anders. Dan kan ik zeggen, morgen, vandaag, gisteren, volgende week, deze maand, zie je dat? Er zijn een hele hoop opties die ik kan bepalen waar ik op wil filteren. Nou, hoe weet hij nou dat ik een datumfilter wil toepassen? Dat is omdat de celeigenschap van deze kolom, als ik daarnaar ga kijken, zie ik dat daar een datum in staat. Dus het is heel belangrijk om te laten zien waar het over gaat om de celeigenschap goed te zetten. Als ik nu het filter deactiveer, ben ik ook in één keer de filtering kwijt. Kijk maar. Hij haalt het filter weg. En hij zet alle data weer terug. Voilà. En ik heb weer mijn volledige lijst. Als je meerdere lessen al hebt gevolgd van deze cursus, zag je dat deze gegevens stonden hiernaast en niet erboven. Die is in dit werkboek, zijn ze van boven gezet, want als ik data ga filteren, verdwijnen rijen. En daarmee verdwijnen ook die gegevens als ze ernaast staan. Dus je moet altijd goed in de gaten houden, op het moment dat je gaat filteren of sorteren, moet je altijd zorgen dat je stuurgegevens boven de tabel staan en niet in dezelfde rijen als de data. Want anders raak je die stuurgegevens niet kwijt, maar in ieder geval uit het zicht. Ik zou zeggen, ga er maar eens mee spelen. Je zal zien dat het heel gemakkelijk is om data te kunnen filteren.